Komt het erop aan, gaan ze het volhouden. Hier in het zwembad van Groot Ammers. 10 minuten onafgebroken watertrappelen. Een beetje van het dit, een beetje van het dat. En je moet met je benen soort heen en weer gaan. En met je armen ook. Eigenlijk gewoon zwemmen, maar dan zwem je rechtop. En je mag de bodem niet raken, hè? Nee. In meer dan 40 zwembaden verspreid over heel Nederland gebeurt precies hetzelfde. En al die deelnemers bij elkaar vormen één grote groep. Groot genoeg voor een wereldrecord. Hoewel, elke extra deelnemer is welkom. Ook de badjuf. Ja, die is mee gaan zwemmen. Wat is gebeurd? Het is er denk ik ingevallen. Nee, ik gleed uit. Toch? Ik gleed het randje af. Ik ben op kamp geweest, sorry. Dus ik ben er wel. Beetje moe. Het zwembad van Groot Ammers heeft de voorbije periode hard gevochten voor het voortbestaan. Dat is gelukt. Nu nog duimen voor een fantastische zomer. Zou Groot Ammers zonder zwembad kunnen? Ik denk het niet. Ik denk dat het toch wel een trekpleister is voor de jeugd sowieso. En je ziet hier zondags vooral veel gezinnen natuurlijk die met mooi weer hier naartoe trekken. En daar klinkt het fluitsignaal. De 10 minuten zitten erop. Druk telefoneren met de landelijke jury. Hebben ze het wereldrecord watertrappelen? En hoe hebben de deelnemers het ervan afgebracht? Ging hartstikke goed. Ik had, Bent u zwaar in training geweest? Niet echt. Ik zwem gewoon iedere dag geen half uur baantjes. En dat is het, ja. Het heeft er vast allemaal aan bijgedragen. Het wereldrecord is binnen. Het dorp staat weer op de kaart. Dan is het wel weer piekfijn voor